mensen, veel van u zullen wel eens een visje kopen aan de haringkar. Ik ook, doe het graag, maar ik was nog nooit achter de balie. En vandaag heb ik dat mogen smaken, want ik ben te gast bij John en Harriet Zunnebelt, die u graag vis verkopen in Nieuw-Leuzen en in Leeuwendeveld. Kom, laten we eens even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Goedemiddag, welkom. Ja, leuk. Goh, daar heb ik nog mijn hele leven van gedroomd om eens een keer in zo'n wagen te mogen staan. Hoe moet ik dat noemen? Viskraam of viskar? Een viskar. Viskar? Ja. Want jullie wonen allebei in Nieuw-Leuzen? Klopt, we wonen allebei in Nieuw-Leuzen. En sinds 11 jaar. Dus, ja. En daarvoor, en ik heb een keer gelezen, jullie hadden eerst een sportschool. Klopt. En voor de verandering? Ja, hebben we de viskar ook. Dat is leuk. Althans, mijn man. Ja, want, nou, maar u zat er toch ook in? Ja, klopt, alleen op donderdag in Nieuw-Leuzen. Nou, mijn passie was van vroeger altijd al in de vis. Ik ging altijd samen met mijn kameraad veel met dino maken. Toen ging ik vissen. Dat is een grote hobby van me. Ja. Nou, en toen zijn we gestopt met de sportschool. En toen dacht ik van nou, het lijkt me heel leuk om met een viswagen op stap te gaan. Ik heb altijd wel gedroomd of een café of een viswagen nog eens een keer op pad te gaan. Ja? Maar, ja. Dus dit is nou voor. En wat denk je waarom dat komt? Je houdt dan van vis, maar ook, je moet ook wel wat met mensen hebben, hè? Met een babbeltje links en rechts. Ja, een babbeltje links en rechts. Dat is natuurlijk heel erg gezellig natuurlijk, overal over praten. Het weer staat natuurlijk op nummer 1 natuurlijk, dat kent u natuurlijk. Ik wil zeggen, hoe vaak heb je nou over het weer op zo'n dag? Ik denk wel 95%. Moet je dan ook het weerbericht lezen morgen dat je weggaat, dat je van wanten weet? Nee, want meestal als ik in de car sta en het regent hier, dan komen de mensen van zeggen, wat is het vandaag in pet weer? En dan heb je het er natuurlijk wel over. Dus, ja, dat zijn ook wel heel erg leuk. Ja, maar 95% ja, is altijd over het weer. Over het weer, hè? Ja. Maar wat zijn andere leuke onderwerpen waar je wel eens over praat? Ja, over mensen die toch wel over hobby's. Van nou, die tegen mij zeggen van nou, hoe kom je niet voorbij? En dan vraag ik aan de mensen over de hobby's, et cetera. En wat ze doen, vooral wat oudere mensen nou zo gepensioneerd zijn. En wat ze nou, nog doen in het dagelijks leven, zeg maar. Dan hoor ik al heel veel van mensen dat ze vrijwilligerswerk doen. Leuk. En dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Ja. Mooi. Dus het bevalt wel goed, want hoe lang doe je dit nu met die kar? Ik ben nu anderhalf jaar bezig. Oh, dat is nog best wel ver. Ja, vanaf vorig jaar mei ben ik begonnen. Ja. En ik moest wel in het begin heel erg daaraan wennen natuurlijk. Ja. Want het is helemaal nieuw. Maar ik moet zeggen van hoe langer je dan bezig bent, zeg maar, des te beter het gaat, zeg maar. Ja? Ja, ja. Want waar word je dan beter in? Wat nou, je vooral, vooral de inkoop, zeg maar. In het begin was heel moeilijk. Vond ik toch wel heel erg moeilijk om dat te doen. Omdat je natuurlijk niet weet van elke standplaats, wat neem ik allemaal vis allemaal mee. En wat voor soorten, zeg maar. Ja. Want iedere standplaats is toch weer anders. Die leuzen die... is dat heel verschillend? Ja, is heel erg verschillend. Die leuzen merk ik toch wel op veel verse vis. Een andere plaatje is toch wat meer gebakken, haring en lekkerbek, zeg maar. Dus dat merk je wel. Dus op welke plaats sta je elke dag op een andere plaats, joh? Ja, ik sta in dinsdag staan we in Leemelenveld sinds kort, sinds 2 maanden op de Kroonplein. Ja. Woensdag en zaterdag staan we in Staphorst. Donderdag en hier zo in Nieuw-Leuzen, onze thuishaven, zeg maar. En vrijdag staan we in Slagharen. Slagharen? Ja, klopt. Oké. En dat betekent, moet je dan een vergunning hebben van de gemeente om daar op een bepaalde plek te staan? Hoe werkt dat? Klopt, je komt er niet zomaar tussen. Je moet er dus vergunning aanvragen bij de gemeente. Ze hebben bepaalde staanplaatsen hebben ze dus aangewezen, zeg maar. Ja. En daar moet je dus vergunning voor aanvragen. Dat wordt dan dus, zeg maar, goedgekeurd als je dan mag staan, zeg maar. Klopt. Ja, doen ze daar moeilijk over of kun je bij wijze van spreken vrij makkelijk? Als er plaats is, dan wordt daar niet moeilijk over aan. Je moet wel een bepaalde eisen natuurlijk voldoen. Je kar die moet goed zijn gekeurd. De elektriciteit, die gasinstallatie, dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Vooral dat je hier ook bij een winkel staat, dan moet het allemaal wel veilig zijn, zeg maar. Ja. En moet je ook een visverkoopdiploma hebben of kan iedereen visboer worden? Nee, het is een vrije detailhandel. Ja. Ik ben al vorig jaar naar school geweest. Ik ben 9 maanden ben ik naar Rijswijk geweest om een visspecialist diploma te halen. Want ik wou me toch wel graag verdiepen, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dus omdat het natuurlijk ook wel wat nieuw was, zeg maar. Dus ik heb al gezegd van nou, ik ga naar school toe. Dus ik ging elke maandagavond ging naar Rijswijk toe. En
net voor de vakantie heb ik mijn diploma gehaald. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En jij dan, Henriette, heb jij ook een diploma voor visverkoop? Nee. Ook niet? Maar jij leert het weer van John natuurlijk. Ik leer het weer van John. Ja, en, ja. En doe je dit nou omdat je het leuk vindt? Want andere dagen sta je allemaal alleen dit te doen, John? Mijn dochter die gaat ook vaak mee, maar in Levenleveld en Slagharen doe ik het zeg maar alleen. Omdat kan ik het wel alleen doen. En woensdag en zaterdag en stamborst, dan gaat vaak mijn dochter die gaat dan mee, die helpt dan. Want die zit op de HBO en die heeft woensdag altijd vrij en die gaat altijd met mij mee. Ja. En vooral in de spits dan helpt ze mij zeg maar de rest doe ik het onzakelijk en doe ik het alleen. En Henriette die komt altijd om, want mij de hele dag helpen. Wat leuk. Ja. Samen een nieuw bedrijf. Ja, jullie hadden ook al samen een bedrijf, maar hier sta je wel heel dicht op elkaar, hè? Ja, maar dat was op de sportschool was ook 24 uur, hoor, dat we samen werken. Ja. Het is hier, en hoe druk is het hier in Nieuwleusen? Ben je een beetje tevreden over de aanloop? Absoluut. Ja? Ja. Op dit moment is helemaal niemand. Nee. Hallo! Hier, vis!